De stichting One Stop Shop OSS voor chronische ziekte, die reeds 8 jaar bestaat, moet per 27 februari 2021 hun deuren sluiten. Zowel het personeel als de cliënten zijn daar heel ontstemd over. De stichting One Stop Shop is een plek waar mensen met diabetes mellitus terecht kunnen voor wondbehandeling, educatie en hun jaarlijkse screening. Medewerkers van OSS zien graag dat dit besluit terug wordt gedraaid. Ze vrezen dat ze zonder baan zitten, maar dat personen met diabetes aan hun lot worden overgelaten. De begeleiding die we ze hier geven, de huisarts heeft geen tijd daarvoor. Je gaat op de poli, nu nog erger met COVID. Je moet digitale afspraak maken of je moet bij een rampje gaan. De dokter heeft geen tijd. Ga je bij de chirurg, dan ga je daar. Heeft u een garantiebrief, anders word je niet geholpen. Hier worden ze gratis geholpen. Dus de One Stop Shop heeft een hele belangrijke functie in deze gemeenschap. Omdat we altijd voor de mensen klaarstaan, we laten ze niet los. En we hebben het ook gemerkt, van er zijn minder amputaties bijvoorbeeld geweest. Omdat we die mensen hier hebben opgevangen, hun wondbehandeling hebben gedaan, we begeleiden ze. En dat kan niet gewoon op een of andere dag stoppen. Ik denk dat ze zo'n shop allemaal inhoudt en wat het sluiten van de One Stop Shop betekent en wat voor effecten daarna zullen volgen. Ik denk dat ze het gewoon niet genoeg beseffen. Maar net zoals Melissa al eerder zei, cliënten gaan eronder lijden. Mensen met wondjes kan zo ver komen dat ze nu geamputeerd moeten worden doordat die zorg weg komt te vallen. De educatie, dat ze dus die tools krijgen om beter om te gaan met hun suikerziekte, op hun leefstijl te letten. Vooral in deze tijd, COVID-tijd, is het heel belangrijk dat men weet hoe ze gezond moeten leven. En sorry, maar die informatie krijgen ze niet altijd van de huisarts of andere instanties. En wij maken daar wel echt de tijd voor vrij. En je kan wel zeggen, ja, op het internet staat alles of zo. Maar hoeveel mensen hebben toegang tot het internet of kunnen begrijpend lezen? En ja, ik denk dat het sowieso, dat er sowieso een gat gaat ontstaan voor die groep mensen. Ergens anders te werk wordt gesteld? Nee, niets daarover. Want ze kan onszelf nergens plaatsen. Het is in deze tijd moeilijk om ergens aan een baan te komen. En om je baan op een of andere dag kwijt te raken, weet je wat er allemaal door je heen gaat. Je hebt een gezin, je hebt je vaste lasten die je moet betalen, je hebt de hypotheek. Ja, ik weet niet. Ik weet niet hoe we verder moeten gaan daarmee. Maar sowieso willen we dit niet zo laten. Omdat als je het zo laat, dan lijkt het alsof er geen nut is dat je er bestond, toch? Dus we laten het echt niet zo. We gaan tot het uiterste gaan om de one-stop-shop eigenlijk open te houden, open te krijgen. De cliënten Albertine Josephson en Surinder Kumar Satni denken niet dat ze elders de nodige zorg zullen krijgen. Het nieuws dat de One Stop Shop moet sluiten, komt daarom ook als een shock over bij ze. Ik vind het heel, heel erg dat dit moet gebeuren en dat wij dus als cliënten van Stichting One Stop Shop dit moeten aanhoren, dat het ophoudt te bestaan. Hoe verder? Dat is onze grootste zorg. Welke de huisarts misschien niet heeft of de diabetesverpleegkundige. Hier krijg je alles, alle informatie. Men is echt zo met zorg bezig, met elke cliënt. Zo heb ik dat ervaren. Na 2,5 jaar behandeld te zijn bij de One Stop Shop ben ik nu helemaal wel genezen. Maar ik heb een heel goede behandeling gehad. En dankzij de One Stop Shop heb ik geen wondjes meer aan mijn voeten die niet zichtbaar zijn. En de behandeling wat je hier krijgt, het is een heel goede behandeling. Je wordt net als een baby behandeld. En vandaag moest je van ze horen dat ze de laatste behandeling aan mij hebben gegeven vandaag. Oké, ik ben wel genezen, maar er zijn nog velen die gebruik maken van de One Stop Shop. Hoe dan ook, 100% moeten ze terugkomen op hun besluit. Als je ziet hoeveel diabetes patiënten met wondjes en dergelijke ziekten daar worden behandeld. Had de regering zelf ook niet willen geloven dat er een Suriname rond zoveel patiënten lopen die de behandeling van One Stop Shop nodig hebben. Enkele cliënten en medewerkers die hun mening gaven over de sluiting van de stichting One Stop Shop.
Deze stichting is een samenwerking tussen de Stichting Diabetes Educatie Suriname en het Ministerie van Volksgezondheid. De medewerkers hebben gisteren tijdens een vergadering gehoord dat de stichting op 27 februari zal ophouden te bestaan.